Vandaag is het op veel plaatsen bewolkt in ons land. Slechts heel lokaal kwam de zon eventjes tevoorschijn. En als ik de satellietanimatie eventjes in beweging zet, dan is het te zien dat het vooral het geval was in de provincie Zeeland. Maar ook in Flevoland en het uiterste zuiden van Limburg was af en toe een glimp van de zon op te vangen. Op andere plaatsen dus bewolkt. En met name in de provincie Noord-Holland. Maar ook in delen van het noorden van Limburg viel er af en toe wat lichte regen of motregen. In de loop van de middag wordt het wel al steeds vaker droog. Als ik kijk naar de korte termijnverwachting en met name de modelanimatie is te zien dat geleidelijk aan het aantal wolken minder wordt. En dat zelfs op zaterdag en vooral zondag de zon wat vaker schijnt. Snachts de temperatuur rond het vriespunt en overdag een graad of 5. Vanaf maandag verandering, dan trekt een actieve storing over ons land. Het wordt wel wat warmer in temperatuur, maar het wordt wel flink nat en zeker in de avond. En vanaf dinsdag dan krijgen we met winterse buien te maken en die liggen eigenlijk allemaal al klaar. Op de Atlantische Oceaan en die trekken allemaal geleidelijk richting ons gebied. En wellicht volgende week heel lokaal af en toe kortstondig wat wit. Vanavond dus nog op veel plaatsen grijs. Temperatuur daarbij op veel plaatsen tussen 2 en 4 graden. En daarbij waait dan de meest zwakke Zuidoostenwind, windkracht 2. De hoogste temperatuur in de provincie Zeeland en Noord-Holland, want met name langs de zee, daar is het wat zachter. Vannacht dan blijft het nog bewolkt. Misschien in het zuidoosten en oosten een enkele opklaring waarin het afkoelt naar zo'n 1 graad boven het vriespunt. Op andere plaatsen wordt het niet veel kouder dan 2 of 3 graden. In die enkele opklaring die ik zojuist noemde, kan lokaal wel wat mist ontstaan. Maar die mist die lost dan morgen in de loop van de ochtend op. En vanuit het zuiden gaat de zon er uiteindelijk vaker doorbreken. Wanneer en hoe laat de zon in het noorden nog gaat doorbreken, dat is eventjes nog de vraag. Ik heb hier wel wat zonnetjes ingetekend, hij kan dus doorbreken, maar misschien gebeurt het pas aan het eind van de middag of zelfs tegen de avond. De opklaringen die komen dus hoogstwaarschijnlijk wel, maar de vraag is eventjes wanneer. In het zuiden is het in de middag waarschijnlijk gewoon echt zonnig weer en heerlijk bij temperaturen van 6 of 7 graden. In het noorden blijft het kwik wat achter met een graad of 4. De komende dagen, vooral zondag in het zuiden, dus zonnig weer. Ook in het noorden van het land: zon, wat wolkenvelden en temperaturen rond de normale waarde voor de tijd van het jaar met 3 tot 6 graden. Maandag komt dan in de loop van de dag een storing boven ons land te liggen. Daarvooruit schijnt nog even de zon en loopt het kwik op naar 6 of 7 graden. Maar daarna neemt de bewolking toe, gaat het regenen en vooral aan zee ook hard waaien. Dinsdag dan dus flink wat buien, tussen de buien door ook wat zon en bij die buien kans op natte sneeuw, misschien een vlok sneeuw in hoger gelegen gebieden van ons land, zeker in de vroege ochtend of late avond. En verder ook kans op een klap onweer of wat hagel. Temperaturen overdag 4 tot 6 graden, in de nacht iets boven het vriespunt. Kijken we naar de temperatuurverwachting, dan is te zien dat de temperatuurverwachting voor volgende week vrij vlak is. Eigenlijk de hele week bijna hetzelfde weertype, flink wat buien, soms met winters en neerslag. En ook temperaturen s'nachts, veelal ietsjes boven het vriespunt. En overdag rond een graad of 5. Op de hele lange termijn grote onzekerheid. Er zijn koude oplossingen, er zijn zachte oplossingen. Even afwachten wat daar precies van gaat uitkomen. Mijn naam is Wilfred Janssen voor weerplaza.nl.